Maar ik ben in de loop van de jaren toch wel komen dat vriendschappen in alle vormen en maten komen. En dat ook echt, uh, als je iemand één keer per jaar ziet, dat je het een vriend kan noemen. Ik zou meestal wel uh, verwachten dat als je voor een uh, verjaardag, verjaardag wordt uitgenodigd, een trouwerij bijvoorbeeld. Ja. Je weet ook als je niet voor een trouwerij wordt uitgenodigd, dat je gelijk eruit gewerkt bent, toch? <laughs> Welkom bij een nieuwe vet podcast. En vandaag gaan we het hebben over vriendschappen. Eigenlijk het hele onderwerp en alles eromheen hebben wij het eigenlijk best wel vaak over. Is dat zo? Ja, de laatste tijd wel. Hoe komt dat? Ja, omdat we toch steeds meer afvragen of wij ja, misschien toch iets missen qua vriendschap in ons leven. Ja, op die manier, ja. We hebben het wel vaker in de, video, in de video's er ook over gehad, ja. inderdaad, ja. ja. Nee, dus dat is inderdaad het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Alleen, is natuurlijk de vraag, hoe gaat het met je? Met mij? Ja, op dit moment. Hoe, hoe zit je erin? Nou ja, uh, lekker. Ja? Ja hoor. Nog een anekdotetje van de week? Tegelwijsheidje, ik zeg maar iets. Mm. We hadden toen we deze podcast bedachten een leuk idee voor tegeltjeswijsheid... want dat is iets wat wij dus samen doen. Yeah. Misschien moeten we het een beetje uitleggen, misschien moeten we het wat vaker er introduceren. Maar we hebben wel wat tegeltjeswijsheid die gaan over mensen niet per se die we kennen. Sommigen wel, sommigen niet. Maar dingen die ons opvallen. En we mm. hebben tegeltjeswijsheid en Guilaine heeft er denk ik een stuk of vier, vijf die ze on top of mind zit... Zo, so, weet jij dat? Ja, zoiets. Waar we het altijd, uh, we het altijd nou, over ja, hebben. Het begon eigenlijk meer dat ik spreekwoorden heel grappig vind. Yeah. Omdat ik als autist neem ze ten eerste heel letterlijk en um, zeg ze altijd verkeerd. Oké. Okay. Dus ik dacht, waarom maak ik gewoon niet mijn eigen wijsheden? Gilenis, zeven, en hij uh, weet niet meer het verschil wat de wijsheden en, en spreekwoorden. Ik vind het heel lastig. Uh, het, het zijn meer het, zijn meer het allemaal met ik elkaar. Vind, ik vind het meer spreekwoorden. Gooi er eens eentje in. De, dus, de, de, nou, wij hebben dus bijvoorbeeld, uh, dat vinden we zelf erg lollig. traditioneel tot aan de rekening. <lacht> <lacht> ja. en dat en gaat... we de, die moeten we even, even duiden. Het, het gaat dus over dingen die ons opvallen in video's in ons persoonlijke leven, ja. mensen om ons heen. Ja, precies. Ik zeg niet per se dat dit iets van mensen om ons heen is. Het zou kunnen. Nou ja, ik heb het laatst ook in, uh, nou niet laatst, een tijd geleden... ook in uh, First Days gezien. Traditioneel nou, dus tot aan de rekening? Oké, ja. Okay, ja nou, wat het eigenlijk inhoudt, is ja, vooral voornamelijk mannen... die uh, heel graag een traditionele relatie willen. Dus als in de vrouw die doet het, uh, het huishouden, de kinderen... Uh, de boodschappen, eigenlijk alles. Ja. Uh, de man die verdient dan het geld. Ja. Maar zij moet ook geld verdienen en zij moet ook mee betalen. Ja, dus dat vinden wij traditioneel tot aan de rekening. Ja. ja, dus als dan je lekker gezellig in een restaurantje zit... En, uh, en zij is met de kinderen bezig en jij zit op je telefoon te scrollen... en de rekening komt, dan wordt het 50-50. Maar in First Date was dus ook... Uh, die gozer zocht dus een vrouw die alles deed in het huishouden en koken... En toen zei ze, en dan verwacht je ook dat ik nog uh, ga meeverdienen en meebetalen ook. Ja, ja. Weet je dat ik dus nooit dat traditionele heel erg heb gevoeld? Ik weet dat mijn ouders hadden ook best wel redelijk traditioneel. Mijn vader werkte, mijn moeder deed het de huishouden, de kinderen. Maar ik heb het nooit zo gedacht van, oh, zo moet ik het later ook hebben of zo. Nooit. Heb ik nooit, heb ik nooit over nagedacht, niks. Nee? Ik dacht al: nee, op een gegeven moment... Kijk, toen mijn moeder ziek werd, moest ik ook dingen zelf gaan doen. Dus ik vond het heel logisch dat ik op een gegeven moment dingen zelf moest gaan doen. Ja. Ik heb dat ook altijd logisch gevonden. Dus ik, ik vind het ook heel raar als mensen een soort van traditionele rollen he hebben uh, tenminste niet raar, maar dat voor mij voelt dat een beetje gek, omdat ik denk van ja, eigenlijk kan je allebei toch even een schofluigertje doorheen halen. Ja. En, ook al werkt de ene wel iets langer als de ander. Ja. Nou moet ik zeggen ik hadden we het erover volgens mij in een video en toen reageerden best wel veel mensen op dat stonden, wel redelijke traditionele rollen ook. Ja, zeker. Hadden. Vond ik best wel verbazingwekkend persoonlijk. Ja. Ja, ik ben wel van mening dat dat ik vind het op zich het idee het traditioneel, uh, wat je eronder verstaat, vind ik, wat ik eronder versta, vind ik het, het wel een prettig idee. Mm -hmm. Als in, ik had vroeger ook wel het idee van nou zou ik graag huismoeder willen worden en um, omdat mijn ma dat was. Mm -hmm. uh, maar, maar niet um, tot aan de rekening. Maar nee, dat vind ik een hele rare switch geworden. <laughs> ik denk dan moet je alsnog alles doen, maar dan wordt er ook verwacht dat je werkt. Ja, dat is toch heel raar. Ja, ik vind dat vreemd. Ja, ik ben het met je eens. Maar goed, uh, die uitspraak is daar eigenlijk op dat we het wel nodig vinden. Ja. Dat uh, leek ons leuk om uiteindelijk als deze podcast honderdste aflevering heeft, dat we een boekje uitbrengen met al onze Ja, gewoon wijsheden. een aantal tegeltjes. Aantal tegeltjes. Ja, lijkt me goed. misschien moeten we dit een keer op. Misschien moeten we tegeltjes laten maken en dan zie je hier op een gegeven moment achter. Ja, dat is echt leuk. Ja. Hier uh, tentoonstrijden. Ja, ja, dus uh, dit is eigenlijk een van onze uh, tegeltjes uh, wijsheden. Is. Traditioneel tot aan de rekening. Ja. We hebben natuurlijk een hoofdonderwerp in uh, deze video. En uh, dat is vriendschap. Ja. Vriendschap in alle vormen en maten. En misschien ook wel dat wij daar een ander beeld bij hebben als dat misschien regulier gedacht wordt van vriendschappen. Ja, precies. Want wat is het beeld van vriendschap wat jij hebt? Nou, mijn beeld komt uh, voornamelijk uit series en films eigenlijk. Okay. Omdat ik daar. Uh, ja, mee opgegroeid ben. Ja. Heel veel kennis uitgehaald heb misschien. En uh, dat is nogal geromantiseerd, denk ik, beeld van vriendschap. Noem je dat zo, geromantiseerd? Ja, één ja. ja, ja, van je favoriete series is natuurlijk Friends. Dus. Ja, en daar hebben ze allemaal heel hechte vriendschap... waarin ze van alles deden met elkaar. Ja. Dus mijn beeld was wel meer van dat ik dacht... Um, ik heb daarom ook heel lang gedacht dat ik eigenlijk geen vrienden had. Echte vrienden. Ah. Omdat voor mij dat... Van alles met elkaar delen en elkaar opbellen als er het is en, en elkaar heel vaak zien dat dat vriendschap is. Ja. Maar ik ben in de loop van de jaren toch wel achterkomen dat vriendschap in alle vormen en maten komen. En dat ook echt eh, als je iemand één keer per jaar ziet, dat je het een vriend kan noemen. Zeker, ja, ja, want wat ik altijd lastig vind is dat je kennis en vriendschap hebt. En wanneer ja. is iemand de kennis en wanneer is iemand de vriendschap? En ik ben daar wel achter dat ik denk kennis meer is op zakelijk gebied, dat je dat je transactioneel misschien met elkaar omgaat. Ik weet niet hè, of dat echt zo is. Eh, dat je dus dat er iets nodig is om dat te hebben. Mm -hmm. En bij vriendschap dat het misschien meer iets is. Dat er niet echt per se iets moet binden aan elkaar. Dat je elkaar gewoon, gewoon meer een gevoel bijkomt. Dus dat kennis wat verder van je afstaat en dan wat vriendschap meer wat dichterbij staat. gevoel iets ja. inderdaad, van um, ik bel even een kennis op om te vragen wat die heeft verstand van dit of dat. Ja. Even dat je iemand nodig hebt. Ja. En een vriendschap is meer dat je het gezellig misschien vindt, dat diegene zou komen of dat je iemand even spreekt. Ja, dat, denk, dat, ja. dat is denk ik wat, wat vriendschap voor mij is. In ieder geval ja. wat ik denk dat vriendschap zou moeten zijn. Mm. Maar of ik nou veel vrienden heb, dat is dan weer een andere vraag. Ik denk dat, dat, dat ik daar een beetje 50-50. Ik heb kennissen en ik heb vrienden, denk ik. In die zin. Ja, en soms worden vrienden ook kennissen, toch? Ja, en andersom. Ja, ja dat kan dat is ook best wel. Goed. Uh... Maar als jij teruggaat naar je verleden uh, vriendschappen, heb je het altijd heb je het moeilijk gevonden, makkelijk gevonden om dat aan te gaan? Mm. Of, 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 ik heb het nooit begrepen hoe ik het moest doen. Okay. Dus uh, moeilijk dan denk ik. Ik ja. vond het heel lastig om, uh, om ik wist gewoon niet ik, hoe ik iets moest aanpakken. Nee. Als in hoe maak je vrienden? Het is natuurlijk ook, het is niet een standaard iets, een handleiding voor of wat dan ook. Nee, en te, kijk, tegenwoordig zijn er natuurlijk apps voor en dat soort dingen. Mm -hmm. Je kan uh, natuurlijk, als je jonger bent, ben je misschien, nou wij niet per se, maar veel mensen gaan dan naar een sportvereniging of gaan naar een hobbyclub of weet ik veel wat. Heb ik nooit echt gedaan. Jij volgens mij ook niet, dus wij hebben dat niet echt. Maar uh, wij zitten heel erg te twijfelen of heel erg met het idee te spelen om een keer een video te maken over hoe gaat het, hoe, hoe is het om op je 30ste nog vrienden te maken. Ja. Yeah. Nou, hebben we hebben daar sowieso niet een heel goed beeld van, omdat we dat vroeger ook niet zo heel goed hebben gekund, allebei misschien. Heb jij ook niet zo goed vrienden kunnen maken? Je had toch wel altijd vrienden? Ja, ik had altijd wel vrienden, maar ik was ook heel erg op mezelf. Dus ik denk dat uh, vriendschappen wel op een gegeven moment gewoon altijd wel verwaterden bij mij of zo. Ja, en op school heb je natuurlijk ook een reden om met elkaar om te gaan, hè? Ja, ja, ja dus... want dan zit je toch, bij, je bent veroordeeld tot elkaar. Ja. Maar ja, daar had ik nooit zo'n moeite mee. Ik had best wel dat ik wel gewoon veel met mensen omging en zo. Maar hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen Had je zo'n groep mensen? Heb je er zelf voor gezorgd of? Nee, dat is dat vanzelf gewoon zelf gegaan. Ja, gebeurde gewoon. Ja, ik vind dat zo'n bizar concept dat dingen gewoon vanzelf gaan. Ja, maar ik had ik mijn mond bij me. Hè. Ik zei gewoon dingen. Ja, dat is waar. En, en niet lul op bedoeld, maar wat ik van jou heb gehoord is dat jij heel stil en in een hoekje zat. Ja, dan komen mensen. Ja, nou, dus ik snel heb naar wel toe. echt uh, mijn best gedaan, hoor. Ja, echt waar? <laughs> ja. Nee, nee, maar je zei dat je heel stilletje zat. Ja, op gegeven moment, omdat het niet lukte. Oh, dus hey, ik, in het begin ben je dat wel. Ik had dan wel iemand waar ik dan de tijd mee spendeerde, maar eigenlijk mocht ik diegene helemaal niet. <laughs> Lullig? Ja, maar er was meer. Ja, ik vind uh, als tiener voel je je zo kwetsbaar als je alleen bent ja, op school. Ja. Als je alleen in de pauze staat. En, dus ik had dan iemand uh, die, waar ik dan mee omging, maar die besloot geloof ik, ik weet niet of het in de tweede of de derde was, maar die besloot mij te dumpen. <lacht> Echt? <lacht> ja. Yeah. Die, uh, die wilde andere vriendinnen gaan zoeken. En toen was ik helemaal alleen. Dus, zeiden ze dat ook echt? Ja, ja. Ze zeiden letterlijk. Ik ja, ze was je. echt niet aardig. <laughs> dat was echt gemeen. Krijg je maar, echt waar? In deze Of het hebben we een keer al ja, in Ja, ik heb het al. Bespoken. Nee, nee, ik heb het wel eens tegen je gezegd. Ja, ah, is dat het? Ja, ik ben toen geloosd. En toen uh, diep ik moederszieel alleen. Met mijn uh, ziel onder de arm door de, door de school heen. En Het was dus een groep uh, meisjes die zei van, ja, dan kom je toch bij ons zitten. En uh, ik heb tot dag vandaag nog spijt van dat ik dat niet gedaan heb. Dat heb je ik dus niet gedaan? Ik durfde het niet. Anders ah, had je leven misschien anders Ik vond het zo intimiderend, uit die groep meiden. Ja, joh. Ja, terwijl ze echt... Ik vond het hartstikke lief dat, dat, dat ze dat deden. Maar ik denk, ik, ik kan dit niet. Ik kan die contacten niet. Ik kan niet met zoveel meiden. Nee, ik heb het niet gedurfd. Hm. Nou ja, wie weet had het er wel heel anders uitgezien dan. Ja. Misschien hadden wij elkaar niet eens ontmoet. <laughs> Omdat ik vrienden had Omdat gehad. Omdat je vrienden had gehad. <laughs> dus uiteindelijk je is, weet het, nog is het wel gebeurd dat iemand naar mij toe is gekomen. Maar toen, uh, ja, in een of andere manier vond ik het te, te eng. Te intens. Ja. ja. Maar het is ook wel eens wel moeilijk waar vriendschappen. Weet je, wanneer spreek je ook uit dat, je, dat vriendschap een vriendschap is? Ik heb laatst was ik met Antoni hier aan het podcasten. En toen hadden we echt naar elkaar uitgesproken dat we het fijn vonden om met elkaar te zijn. Ja. Maar dat had het ook nooit gedaan. Het is ook wel een beetje ongemakkelijk dan of zo. Ja, maar aan de andere kant is het ook wel raar dat we dat niet doen. Want ja, het is ja ook, dat is gek, hè? Daardoor heb je toch niet... Als je niet uitspreekt naar elkaar... dan weet je toch ook niet echt. Dan moet je maar gissen. En ja, dan, 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 is het dan, dan het moet gevoel. je aan, ja, aan signalen... dat iemand je uitnodigt voor dit of dat. Dan ja, je kan, je kan meestal wel... Uh, verwachten dat als je voor een uh, verjaardag de wordt uitgenodigd voor een trouwerij bijvoorbeeld, ja. je weet ook als je niet voor een trouwerij wordt uitgenodigd dat je gelijk eruit gewerkt bent, toch? <laughs> ja, nou. ja, tenzij het een besloten uh, iets is. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Nee, maar dat is wel vaak wat je hoort dat mensen dan een soort van als ze dan voor iets niet worden uitgenodigd dat ze denken, oké, okay, dan weet ik waar ik in de vriendschap sta. Oh ja. Toch? Ja. Ik denk het. Ja, nee, nee, ik heb dat wel vaker gehoord. Oké. Okay. Ook als je niet wordt uitgenodigd op een gegeven moment meer voor een verjaardag, dan denk je, oh, oké, okay. nou ja. Dan weten we in ieder geval dat we daar niet meer zitten, wat ik ook prima vind. Kijk, ik vier mijn verjaardag nooit, dus ik vier sowieso. Ik nodig sowieso mensen nooit uit. Maar hebben dan mensen niet constant het idee dat ze, dat ze er bij jou eruit liggen. Omdat ik geen verjaardag vier. Omdat <laughs> je nooit iemand uitnodigt. Ik nodig sowieso met mensen. Ja, weet ik niet. Ja, ik ben sowieso een beetje lastig. Ja, je bent vriend. altijd één op één afspreken ook, hè? Ja, altijd al geweest. Ja. Niet uh, verjaardagen met groepen nee, vieren. Schrikkelijk. Ik vind dat ook heel gek om ik mix mensen niet graag. Nee, dat vind ik ook raar. Mensen mixen. Ja, kijk, ergens is het wel grappig, maar ergens voelt het altijd bij mij veel te veel ongemak. Ja. Wat zegt het over mij? Ja, weet ik weet het niet. Uh, <laughs> ja, ik denk dat ik wel een lastige vriend ben, dat wel. Ja. Want joh, als ik bij je ben, dan, dan is het wel gezellig, denk ik. Ik moet even over mezelf oordelen. Mm -hmm. Als ik er niet ben, dan ben ik, ook, ben ik ook vergeten. Ja. Niet dat ik ze vergeet, maar dan heb ik... Ja, echt je gaat ver... het helemaal op in je eigen leven. Ja, maar dat vind ik ook wel ergens kut hoor. Maar wat, ja, maar ja, ik heb dat ook, dus ik begrijp dat. Ik ja. heb echt, ik heb zoveel plezier in uh, eigenlijk uh, wat ik doe in het leven. Um, met niemand eromheen, behalve jij eigenlijk. Ja. Dat ik heel veel mensen eigenlijk vergeet. Ja, maar dat is, het is niet dat kwaad je wil, het is niet nee. dat ik denk van ouders oh, ja, Soms denk ik even aan iemand en dan, dan neem ik tegenwoordig wel, dat ik denk nou, dan stuur ik even wat. Ja, doe ik maar, ook. En, en soms dan denk ik opeens, oh jeetje, ik heb zo lang al niks gestuurd of dan, dan word ik een beetje, ga ik me schuldig voelen. Ik voel me best wel vaak schuldig tegenover mensen. Dat wel. Yeah. Omdat ik dan denk, maar ja, aan de andere kant denk ik ook van ja, maar ja, als zij ook geen contact met jou zoeken. Als je, als je mij contact zoekt, dan, dan reageer ik vrij snel. Ze yeah. zijn namelijk altijd aan mijn telefoon verbonden. Mm. Dus op zich zou het raar zijn als ik niet reageer. Yeah. Of ik vergeet. Ja, ik heb ook wel eens gehad dat ik het trouwens vergat. Maar 9 van 10 keer probeer ik altijd gelijk te reageren. Want ik vind het altijd leuk als iemand gewoon spontaan een berichtje stuurt. Gebeurt gel nou, niet gelukkig. Gebeurt niet zo heel vaak. Omdat mensen over het algemeen denk ik niet zo zijn. Ik denk dat het vaak als je on top of mind bent, dan, dan berichten mensen elkaar. Ja. Bijvoorbeeld Ninken een vriendin van mij, die bericht ineens dan ik stuur ze een keer een foto of dan mm. stuurt ze een keertje, dus doe ik ook bij haar. Ja. Dat vind ik leuk. Ja. En dan reageer ik ook wel. Mm. Als, als ik iemand net heb gezien, dan kan het best zijn dat ik ze een half jaar niet meer spreek. <laughs> een half jaar. Nou, dat is misschien een beetje overdreven, maar uh, een paar, maanden. Een paar ma ja, of een paar weken. Ja, precies. Ja. Maar dan vind ik het ook, dat is ook genoeg voor mij. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat dat niet voor iedereen chill is. Nee, maar dat zou je eigenlijk tegen iemand moeten zeggen. Ja, ik merk ik. wel, ook als je het nu tegen. Ik zeg het nu al vaker: als ik dan uh, eens met iemand afspreek, dan laat ik wel weten dat ik niet van appen hou. dat is wel slim, ja. Want anders, ja, dat is ook een verwachting die iemand dan misschien heeft. Als ik dan bijvoorbeeld niet gezellig zou berichten daarna dat ik diegene niet leuk vind of zo. Maar dat is helemaal niet het geval. Nee. Nee, nee, precies. Het ja. is wel gewoon slim trouwens, dat je daar alvast zegt van, joh, maar daar, daar hou ik niet zo van. Ik vind het leuk om één op één af te en spreken. En ook mijn... dat ik het initiatief nooit neem. Nee, ik ben sowieso, dat denk ik ook hoor. Ik ben geen initiatiefnemer. Zijn we sowieso ja, allebei? Het gewoon met. heel vervelend van mezelf, maar ik vind A, vind ik dat onzeker maken, het initiatief nemen. Want je kan afgewezen worden. Ja. Hm. En uh, B, uh, ga ik ze op in mijn eigen leven? <laughs> eigenlijk is het grootste, uh, grootste ding bij ons dat we te veel opgaan in onszelf. Ja. Je zou zeggen dat we bijna een kind hebben. Want dat, vaak hoor je toch dat mensen elkaar minder spreken omdat ze kind hebben, dat hebben wij niet eens. Nee. Wij hebben dat dan met misschien met dingetjes die we leuk vinden om te doen. Ja. En over het algemeen is dat niet heel spannend. Dus het gewoon een filmpje kijken of mm. uh, ik achter mijn computer zit te editen. Ik heb geen spannend leven, maar daar heb ik wel genoeg aan. In die ja, leven. maar in een of andere manier voelt het leven soms, zo, alsof er van alles mogelijk is. En dan is het weer te overweldigend. Nou, wat ik, als ik dan wel bijvoorbeeld een, een paar dagen niks te doen heb, dat is eigenlijk niet. We nee. hebben altijd wat te doen ja. als in dan vind ik het wel weer leuk om even aan een website te sleutelen. Of uh, ik, nu alsof ik uh, er ja, heel goed in ben, maar alleen design doe ik ja. Maar het uh, ja, is heel hobby dingetjes. Ja, voor jezelf. dat het is, zo oneindig wat er allemaal wat je allemaal kan doen. En je hebt natuurlijk ook best wel momenten dat je dan weer uitgeput bent en dat je dan hele dag op de bank ligt en dat je dan ook gewoon echt geen menselijk contact even kan verdragen, sowieso toch? Ja. Ja, ja, maar dat is niet raar. Is het zo maar dat heb, weer, uh, je. Ja, dat zo heb grof je toch ongeveer. Uh, ja, ja, maar dan heb je niet bij mij per se, maar wel met vriendschappen en zelfs familie toch? Dat heb je dan even van. Want de vraag ga je van: ben je nog naar je maag geweest? En dan zeg je van: Nou, nah, ik kon er van haar even gewoon niet. Lukt het gewoon even niet of zo. Nee. Maar dat ja. is natuurlijk niet erg, maar dat, dat heb jij gewoon wel. Mm. En ik heb ook wel mijn. Time, en jij zou echt nou. denken dat je meer. Uh... <laughs> Je hebt zoveel energie. Ja, maar ik steek alle energie in, in het werk. En ik moet ja. wel zeggen, de laatste tijd dat ik wel denk van... waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Met zoveel aan het doen. Met zo weinig uitkomst eigenlijk. In die zin financieel even gezien Oh soms, ja, financieel dan. Dat ik, dat ik denk, ja, maar waarom, waarom doe ik dat dan zoveel? Ja, ik vind het moet het leuk, inderdaad wel leuk is, blijven. Als, in, als het teleurstellend wordt qua ook financiën en zo. Ja, maar, het gaat op een gegeven moment een eraf. En dan vind ik het jammer dat ik dan... Die tijd allemaal erin heb geïnvesteerd en dan uiteindelijk er niks uit had. Dan had ik liever, dus inderdaad, dan misschien met het vrienden een keertje weer eens afgesproken of zo. Ja, want dat kan ook best. Uh, jij hebt wel eens gezegd, ja, als ik dan met vrienden afspreek. Oh, ja, nu dan, ben ik interessant. Dan op een gegeven moment ga ik nadenken: van, oh, ik had nu ook uh, ja. wat kunnen editen. Denk altijd. Of ik had ook nu uh, wat, uh, een filmpje kunnen opnemen. Ja. Uh, terwijl eigenlijk. Moet merken je blij we, zijn met het. Merken ja. we nu ook dat dagen bijvoorbeeld. Uh, met onze gezamenlijke vriendin Sophie. Ja. Erg dus... gezellig zijn. Zeker. Dan voelt het ook wel weer een soort van. Nou, ik had dan niet bijvoorbeeld kunnen denken. ik heb nog wat waardevollers kunnen doen of zo. Ja, maar nu zeg je dat ik dus bij die andere vriendschappen. dat niet leuk genoeg vond. Zeg ik dat? Nou ja, wel als, als, als je zegt van. Nee, maar misschien is het één op één contact. Ja, maar ik heb dat over het algemeen. Ja. Ik weet het niet eigenlijk hoe, hoe dat, dat, dat zit. Het is lastig hè. Om daar nou uh, waarom. Uh, ik heb dat ja. vroeger wel vaak gehad hoor. Moet ik zeggen. Dat ik inderdaad dacht van. Maar dat was dan meer met, met groepen, denk ik toch wel echt. Eén op één ja. heb ik dat eigenlijk helemaal niet. Nee, nee het is echt met groepen. Ja. Want dan heb ik toch het idee dat ik minder connectie met iemand maak of zo. Ja, dat absoluut. je minder te zeggen hebt. Ik ben in groep sowieso niet het beste. Nee, ik ook niet. Dus dan denk ik wel van ja, nu had ik net zo goed gewoon kunnen gaan editen. Want dat heeft net, dat heeft net zoveel. Ontspanning tussen aanhalingstekens... of niet ontspanning tussen aanhalingstekens... dan waar ik nu zit, dan kan ik beter productief zijn. Want hier heb ik toch geen reet aan. Ja, niet, dat is het misschien nou, meer. Niet echt. Het geeft sowieso niet echt ontspanning, denk ik. Groep, uh, ja, ik kan de soms, groepen. Ja, kans soms. Nou ja, als ik meerdere mensen leuk vind bij elkaar, dan vind ik het wel gezellig. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld op een verjaardag zit waar ik echt letterlijk drie mensen ken, dan denk ik, ja. Ja. Ik weet dat diegene waar ik voor kom, dat hij het leuk vindt. Bijvoorbeeld Antonie, daar ga ik altijd naar zijn verjaardag. Hij weet dat ik het niet zo. Dat ik niet zo'n verjaardag ben. Maar ik weet dat hij het heel leuk vindt als ik er ben. Dus dan doe ik het wel. Maar ik blijf niet heel lang. En dat doe ik expres. Want ja, niet zo zin in. Mm -hmm. Als het even. Ik vind het wel leuk om sommige mensen even te spreken. Maar ja, op een gegeven moment heb ik gewoon niks meer met mensen te bespreken. En met Antoni alleen praten we echt. Uh, lullen we echt een kwartier en een uur. Ja, maar nee, dan een is, uur, helemaal, een kwartier. Dan is er nog helemaal geen ruimte voor op zo'n verjaardag om zo uitgebreid te Daarom. gaan praten? Al oh, moet ik zeggen, Antoni kan dat wel goed. Die probeert altijd met iedereen praatjes te maken. Dat doet hij echt wel. Uh, ja, beter dan iedereen... kapot na zo'n aard. Nee, ja, hij vindt het leuk. Hij is ja, echt mensen erg... leven daar echt van. Hij, op. hij vindt dat echt heel ja. leuk, weet ik. Ja, dat vind ik echt leuk. Wondering en daarom vind ik zwaar, het ook leuk ja. om daarheen te gaan. Want ik weet, hij vindt het leuk. En dan vind ik het wel leuk om even te zien, Noël even te zien. En zo mm. weet je wel, dat vind ik dan wel leuk. Ja. Maar ik ben wel na twee uur, anderhalf, twee uurtjes denk ik van. Ah, nu is het wel weer klaar voor mij. Mm -hmm. ik, ja, maar dat komt ook omdat ik geen alcohol drink misschien. Dan ben je natuurlijk sowieso is dat anders. Ja, dan, ja, ik denk dat dat. Uh... Dat we er... <coughs> Gezondheid meid. Dat ontspant. Ja, precies. Wat zou jij je jezelf als een goede vriend uh, omschrijven? Een goede vriendin of vriend. Um, uh, ja, ik denk één op één dat ik wel gezellig ben. Ja. Lastig zeggen over jezelf, natuurlijk. Nou, Kijk ja. je kijkt me ook zo aan van. Jij, gezellig. <laughs> jij? Ja, maar je kent, me toch, <laughs> je kent me toch? Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. <laughs> Maar uh, in groepen ben ik echt uh, helemaal niet gezellig. Hm. Ik heb dan ook uh, weinig te melden. Ja, ik kan me gewoon niet focussen op meerdere gesprekken tegelijk. Uh, ik denk ook, uh, ik zie ook, ik, ja, wat ook vaak is, uh, mensen ook snel afgeleid in groepen. Ja. En ik moet echt het idee hebben dat iemand het leuk vindt wat ik vertel, anders doe ik het niet. Mag wel even zeggen, want wij zeggen, vriendengroepen hebben niet dat ze zo. Maar letterlijk met je zus, Michael en, uh, en, 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 en Saskia toch? Er zijn er ook meerdere mensen. Dat is er ook een groep. Ja, ja maar je zegt altijd van ja, vrienden, groep, hou ik niet van. Maar dat heb je letterlijk. Ja, maar ik vind dat ook niet echt de ideale setting uh, om gesprekken te ah, houden. Op die manier bedoel je. Ja. Ik moet niet verwachten als wij dan met z'n allen afspreken, dat uh, ik uh, gesprekken ga houden. Ik heb nee, die maar, gewoon niet. Nee, maar ik ben ook nog even aan het refereren, want we hebben dit al eerder opgenomen. En toen zag ik heel te denken: je zegt vriendengroep hou ik niet van. Maar we hebben dat letterlijk daarmee, toch? Dat is ja. een groepje ja. vrienden. Ja. Dus, heb, dus wel bijzonder, toch? In die zin, omdat ja, je altijd zegt van ja, vriendengroepen kan ik niet de zo heel mensen het toch? vinden dat toch leuk? Ja, op die manier. Maar dan bedoel je nog een grotere groep. Dus dan moeten het nog meer mensen zijn en niet dat het familie van je is of zo. Hè, waar hebben we het nu over? Nou, omdat je, omdat je de hele tijd zeggen van vriendengroepen hou ik niet van. Terwijl je letterlijk ja, de mensen waar je mee omgaat... Ja, dat vind ik ook niet zo leuk om zo met z'n allen... Uh... Oh, niet? Je hebt dan liever één op één? Mm, ja, ik vind het leuker als... Ja, eigenlijk wel, ja. Oké. Okay. Nou ja, ja, ja. Ik, ik ben daar met een je eens hoor. Dat heb ik zelf ook. Hey, ik... ik vind dan wel, bijvoorbeeld stel je voor dat wij dan met mijn zus en haar vriend... Dat vind ik wel leuk, ja dus met een ander stel maar dan nog twee mensen erbij dan raak ben ik het al kwijt ja en uh, ja dan is het liever het, het is beperkt denk tot uh, misschien een stel of één iemand maar mag ik dan vragen waarom doe je het dan waarom doen we dat dan omdat het anderen het wel echt gezellig ja, okay, vinden precies maar als je dan zelf niet de en ik haal het dan wel wat uit voor mezelf denk ik Oké. Okay. Uh, anders doe je het natuurlijk helemaal niet denk ik nee maar het is meer als dus zin. ik vind dan het idee wel gezellig. Ja, precies. Maar als ik dan uiteindelijk erin zit, dan ga ik toch heel vaak mijn gedachten van ja, ik kan geen zinnig gesprek voeren, want ja, ik kan mijn aandacht er gewoon niet bij houden. Ja, snap ik. Dus dat eigenlijk. Ja. Ja, ik vind vriendschappen. Ik, ik, ja, ik. ja, maar toch hebben wij besproken in de video's dat we eventueel zouden willen gaan onderzoeken ja. of er nog, uh, ja, of we daar nog iets aan kunnen veranderen de vriendschappen ja, en die weet, wij hebben en weet je wat ook ja precies dat inderdaad uh, of iets aan toe te voegen bedoel toe je toe te mee? voegen ja, ja. en uh, ik ben natuurlijk in voorburg komen wonen ja en ik ken hier nou ja ik ken mensen maar het is allemaal jouw familie hmm. uh, dus in dat opzicht denk ik ook van ja voor mij is het ook nog wel leuk om iemand dichtbij om een keer naar de bioscoop of zo mee te gaan natuurlijk ja. heb ik mensen in rotterdam zitten ja. maar ik weet nou eenmaal ik woon hier nu anderhalf jaar bijna twee jaar dadelijk uh, de hoeveelheid dat je met elkaar afspreekt. Ik ben daar niet zo goed in van lange afstand en anderen zijn iets beter dan ik. <laughs> ja, je zou Misschien... zeggen dat het heel dichtbij is, maar het is toch altijd weer een even onderneming. Vond ik ook hard nu naar jou ging. Ja, dus dus in die zin zou ik wel eens willen zien of ik nog een onder de mond van hoe kan je vriendschap maken op je dertigste uh, ook of dat dichtbij huis nog een beetje kan. Ja. Maar het was wel grappig gewoon nadat je dat in je video vermeld had, stroomden de aanbiedingen binnen. Ja, ik kreeg inderdaad berichten van mensen van, ah, oh, ik kan hier wel komen en dit dat. Maar dat ja. was ook niet iemand de bedoeling. En daarna had ik inderdaad ook. Jij had met, jij met iemand daarna afgesproken. Ja. Uh, niet niet per se voor vriendschap, maar gewoon een keer afspreken en. Uh... Nou, diegene die vond wel, leek het wel leuk om dan um, oh, okay. als stel met een oh, ander echt? stel, ja, oh. om te swingen, denk ik. <laughs> Okay. Nee, daar is ze niet van, dus dat, dat komt goed. Oké, okay, gelukkig. Nee, maar en ik had ook inderdaad mensen die wel contact Dat ik ineens dacht: ah ja, iemand in de buurt die niet per se ook voor vriendschap, maar meer uh, op uh, film en dat soort dingen. Ja. Dat ik dacht: Oh, oké, okay, dat is heel toevallig dat dat dan ineens op je pad komt of zo. Ja, nou ja, het is niet toevallig dan toch? Ja, misschien ook omdat je het uitgesproken hebt, bedoel je? Ja. ja. Ik denk uh, uh, dat heel veel mensen eigenlijk moet tegen hetzelfde probleem aanlopen. Ik denk het ook wel, ja. Echt waardevolle vriendschappen, wederzijdse uh, vriendschappen, ja. zijn zeldzaam, denk ik. Ja, dat is wel. ja. denk ik het wel uh, ja. Ja. overuit. Al, ja, dan moet ik zeggen dat ik toch wel een paar, dat ik denk, nou ja, zo voelt nou, het ja, wel. Nou ja, best leuke vrienden inderdaad. Dank je, schat. Ja, best leuke mensen. Ik vind ook, uh, ik heb er geen ontmoet waarvan ik denk, uh, doe maar niet. ja. 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 Dat, dat zeldzaam, is Zeldzaam uh, toch? Dat is uh, zeker zo, ja. Nou, ja. Ik weet niet, jij bent wel eens wel uh, kieskeurig daarin, dus dat zou wel zeldzaam moeten zijn, ja. <laughs> ja. <laughs> maar um, ja, ik zit te denken: moeten we nog iets anders erover bespreken? Ik heb het idee dat we toch wel genoeg erover gesloten hebben. Nou ja, dat we dus gaan, uh, gaan uitproberen, denk ik, om te kijken of er nog. Ja, ik ben gewoon wel benieuwd eigenlijk of, of, er, of ik iemand kan ontmoeten die echt uh, qua ja. Praten Inter gewoon matched Ja, precies. Ja, ben ik ook wel benieuwd naar bij jou. Nou, nou moet ik zeggen, dan had ik dus met die ene... Uh, uh, ja, vrouw eigenlijk. Yeah. Ik kan het geen meids meer noemen. Ja, ik kan toch een mei meiden meis. onder elkaar toch? Uh, afgesproken. En het klikte wel qua praten en zo. Dus ik weet wel dat het mogelijk is. ja yeah. Het um, is wel leuk, toch? Dat het, zo, uh, dat het dan ineens op je pad yeah. komt. Ja, zeker. Maar ik vind het ook, ik blijf het ook altijd spannend, spannend vinden. Ja. Snap ik wel. Nieuwe mensen ontmoeten überhaupt en... Uh, ja, is een van de redenen dat je ook heel erg aan daten denken Het is ook een soort daten, toch? Ja. Is, ja, dit, dit, alleen niet op een romantisch vlak, maar wel op een vriendschappelijk Maar ook de basis. onzekerheid die daarbij komt. Dus je denkt, ben ik wel leuk genoeg? Oh. Snap je dat? Ja, ja, snap ik wel, ja. Ja, daar denk ik dus nooit over na. Niet? Nee hoor, ik denk ja. Heb ik je niet doen. zo aan het einde van de dag van, oh, zou iemand nog een keer me willen afspreken? Of interesseert ja. je het dan niet zo, dat je het nog een keer zou willen zelf? Als ik het... Nee, ja, ik denk altijd van ja, als het, ik voel altijd wel goed aan of, het, of iemand het leuk heeft gevonden. Ja? Ja. Ook oh, vind ik dat zo lastig. Nee, dat vind ik niet zo lastig. En als het niet zo is, als ik het verkeerd aanvoel, dan kan ik me er ook wel eens makkelijk overheen zetten. Maar ik heb nog nooit ervaren dat het na één keer afspreken, dat ik, als ik dat niet wederzijds is, want dan voel je meestal. Ik vind wel dat je dat aanvoelt. Ja? Ja. Tuurlijk. Als jij, als jij na een uur denkt van... Pff, en die andere zegt ook van nou ja. Ja, ik is, mis heel veel signalen dus, ah, uh, okay. en ik pak signalen ook verkeerd op, dus dat uh, schiet niet echt op. Dus jij steekt al iemand bij wijze van spreken tong in zijn mond. Terwijl die ene die ander denkt van hallo, uh, dat is een beetje te snel. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> Over tong in je mond gesproken, de ja. snack van de week. De snack van de week. Heb je een snackie? Nou, je hebt er drie van besteld. Drie? Wat? drie zakken heb jij besteld? Oh, van de week. Ja, dat is wel waar. Ja, eigenlijk echt. Is dat een snack van het jaar? het Het was net de snack van het jaar vorig jaar. Maar ja, dit ook dit jaar. Ja, het blijft fantastisch. Dus het gaat over de O O W L. Het is een Zweeds merk en dan de Pecorino chips. O W L Ja, zei ik toch? Dacht A. Nee, sorry, ik bedoelde O. Misschien zei je wel O. Ja, maar ook niet. Maar O L via snackje te krijgen. Uh, geen sponsor trouwens um, en die zat in, uh, in de mystery box ja. ik krijg trouwens veel vragen over die mystery box de laatste weken weer ja dat is leuk maar je kan niet helemaal uh, de producten nee, vinden ik om een, het samen ja, te het stellen die ik denk van, mm, het kan best zijn ja. als dit online dat is ik, dat ik ineens uh, het gouden ei gevonden heb maar ja? tot nu toe ben ik nog niet helemaal enthousiast over alles dus ik denk dat ik het over de zomer in ga tillen moet dat met zo'n uh, moordje erbij ja omdat ik het voor het eerst pas bij mezelf uitspreek Oh ja, ik kan ik probeer dat wel ik wel het een beetje zuinig werd. te doen. Maar zomer is ook zo'n perfecte tijd om te snacken. Dus we zouden voor de zomer nog moeten. Ja. ja. Kun je nou niet dan gewoon je een beetje je, je met chocola. Doen, Oh, met versturen ook. Ik heb wel één chips die erin moet. Maar goed, daar hebben we het volgende keer wel weer over. Wat dan ja. in de snack zit. Uh, dat is een andere snack. Uh, dus de snack van de week. De pecorino chips van Ol. Spreek je Ja, zo? een rare naam, hè? He. Het is dus niet uil, Olle. want het is uil. Ooi, Misschien is het Ol. Het is dus niet uil. Nee, maar ol. Zo spreken mensen in, in, in Scandinavië toch, ool? Ik denk het. Ik weet het niet. Ja, het zal vast een naam zijn, schat. Tuurlijk hebben we ook weer het mentale gezondheidsspel. Ja, deze keer de junior-editie, want dat past toch iets beter bij onze intelligentie, denk ik. <laughs> we vinden, nou, de volwassen versie vinden we ja. iets te moeilijk. Van 9 moeilijk. tot 14, dus dat kunnen we aan. Ja. Ga jij een kaartje pakken of ik? Wat ik wel grappig vond, is dat vandaag dan bijvoorbeeld echt zes bestellingen ineens binnenkomen... terwijl ik nergens een promotie heb gemaakt of zo. Dat is toch geweldig? Ja, dat is leuk, ja. ja sowieso ben ik enthousiast over de reacties op dit spel, hoor. Ja? Er ja, wordt echt weer goed op gereageerd. Ja, leuk. Nou, ik ga dan denk ik voor een, Waar, een uh, geen blauwe, want die hebben we van een, een roze, een roze, Oh, weer een soort gelijke. Nee. Ja, wanneer je boos bent, hoe kan de ander jou minder boos maken? Hij nee, heeft een andere. Ja, vind je leuk? Ja, vind ik een beetje saai. Oh, wacht, nee, dat is wel leuk eigenlijk. Nee, ja, dat is wel ik leuk. vind dat ik mag ook een andere. Als je ja. echt denkt van, uh, doe ik gewoon deze. Oh, deze is misschien wel leuker voor bij de podcast. Bij wie voel jij je helemaal op je gemak en waarom denk je dat dit zo is? Ja, ik vind je een beetje saai. Nou, waarom is alles saai bij jou? Maak nou, er wat leuks is, van. Ja, maar het is saai om te zeggen Geen dat ik bij een jou verrassende toch... antwoord dat ik het niet ben en dat ik, dan kan ik boos worden op jou. freak Nee, bij jou toch? Ja. Ja, ja dat denk ik. in het bakje toch? Zo, sowieso. Is dat een goede uitspraak? Toch dan? mee? Ja. Oh. ja, dat is wel een goede uitspraak. Ja. Tegeltjeswijsheid. Nee, teg wat was het nou? Wat tegeltjes. Wijsheden. Dat zijn wijsheden, maar dat zijn, geen, dat zijn geen... Ja, maar je weet dat ik in de war raak van dat soort uh, termen. Ah, ik zal, dit kom ik nu pas achter. Oké, okay, dus uh, bij jou, ja. ja. Ja, mijn antwoord is denk ik heel verrassend. Bij Freek. Ja. <laughs> nee, ja, bij jou inderdaad. Ja. En waarom is dat zo? Ja, um, waarom denk ik dat zo, dat zo is? Omdat ik um, ja, bij jou eigenlijk uh, het meest mezelf kan zijn. Ja, dat is andersom ook wel weer. Is dat ook sowieso. Maar wacht, niet? dat was de vraag natuurlijk. Waarom kan ik het meest mezelf zijn? Oh, dat is wel goed. Ja. Ja. Is wel uh, omdat ik um, uh, het gevoel heb dat er erg veel ruimte voor is. Soms iets te veel ruimte. Ja, vanuit jouw kant is heel veel ruimte voor mij. Ja. Ja, dat is, dat is echt waar. <laughs> ja, bij mij is het uh, omdat ik. Uh, nou ja, omdat je me wel in mijn waarde laat. Ja, toch? Ja. Wel even bij jou. Alleen, mo alleen moet, er, moet er wel iets meer ruimte voor mij soms komen. <laughs> ja. Kijk van mezelf het mentale gezondheidsspel. Kan je kopen op de website vetgezellig.nl. En dan is dit het einde van de podcast. Wat, uh, wat uh, ja. Ja, wil je er nog verder over uh, Nou, ik ben wel benieuwd. Ik heb een, ik, nee, ik heb een vraag voor de, voor de luisteraar. Oh ja. Hoe? Zie jij... Hoe? Hoe? Dat is toch de duif meneer? Hoe zie de jij? De duivenheer heb je nooit gezien? Nee. Oh. Nou, moet je maar eens opzoeken. Dan hebben we een vraag aan jullie, de uh, luisteraars. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe jullie tegenover vriendschap staan. Ik heb bijvoorbeeld een hele lange tijd ook me schaamd dat ik weinig vrienden had. En ik um, uh, ja, vond dat zelf ook erg lastig. En uh, nu begin ik daar steeds anders over te denken. Uh, hoe denken jullie daar eigenlijk over? Ja. Het hebben van vrienden. Uh, is het belangrijk als je veel vrienden hebt, of uh, één goede vriend? Of schaam je als iemand zegt: van, uh, Oh, heb jij maar heb jij zo weinig vrienden? Ja. Je kan daarover meepraten op Instagram. Het Vetgezellig staat er nu een foto online. Of je kan natuurlijk onder de video op uh, YouTube reageren. Bedankt voor het luisteren. En dan zijn we volgende week weer te, bij jullie terug met een nieuw onderwerp.